weer aan ons. Een team van 6-7 man speurt dagelijks op het internet naar alarmerende berichtjes die kunnen wijzen op zelfmoordgedachten. Bij ons, meneer De Koster, u bent van dat team. Het internet is gigantisch groot. Hoe doet u dat? Wel, we rekenen daar een beetje op de medewerking natuurlijk van enerzijds de mensen die sites beheren en langs de andere kant ook de mensen die op die sites komen surfen op zo'n meldknop. Op onze website zelfmoordlijn.be en ook op bijvoorbeeld onze profielpagina, zoals dat heet, op net dus, nog. Ja, een meldknop. Ja. En, dat is een formulier dat je invult waar je, zonder dat je een naam moet opgeven, volledig anoniem, een link kan inplaatsen, eventueel nog wat informatie erbij geeft. Die komt dan bij ons toe. We kunnen die quasi direct lezen en dan gaan we eens kijken of dat zorgwekkend is of niet. Maar wacht even, dus u zegt als iemand iets leest waarvan hij denkt het zou wel eens zelfmoord kunnen zijn, dan kunnen ze via die meldknop dat bericht naar u doorsturen en dan kan u daarop ingrijpen. En doet u ook zelf actief iets? Want dat zijn eigenlijk de gebruikers. Natuurlijk, het is niet de bedoeling dat we gaan speuren naar iedereen die aan zelfmoord denkt. Het gaat niet om de personen, het gaat dan vooral over de teksten en de foto's die ze online zetten. Omdat dat, en vooral voor jonge mensen dan, toch wel wat risico's inhoudt op lange termijn. Als je als meisje van 14, 15 jaar zo in je omgeving regelmatig berichten leest van ik denk daarom aan zelfdoding, ik zou aan die methode denken. Op den duur, zelfs gaat dat onbewust, kruipt dat wat in je geest en zou dat op een kopiegedrag kunnen teweegbrengen. Wat we in Engeland een keer gehad hebben, dat er zo x aantal jonge mensen samen zelfmoord pleden. Ja. Maar hoe kunnen jullie dat zelf opsporen? Ga je dan op woorden zoeken of zo? Heb je een soort scan? Momenteel gebeurt dat vrij ruw en zoeken we bijvoorbeeld bij Netlog op de woorden zelfmoord, zelfdoding en suïcide. Maar we weten nu dat er ongeveer 18.000 berichten op die website staan met die drie woorden in. Maar er gaan er waarschijnlijk meer zijn waar dat die woorden niet echt in gebruikt worden, maar waar wel over zelfdoding gesproken wordt. Hè. En dus die zien jullie dan niet? Nee. Nee, dus als iemand schrijft, ik ga onder een trein springen, dan zien jullie dat niet. Als iemand schrijft, zegt mijn buurman heeft zelfmoord gepleegd, dan zien jullie dat wel. Ja. Ja. Maar als je zegt, ik ga onder een trein springen, iedereen die dat leest, kan ook wel een idee vormen waar het over gaat. En dan rekenen we natuurlijk op dat die mensen zelf initiatief nemen en zelf zeggen van, ga eens praten met de zelfmoordlijn. Of dan melden via die meldknop. Hè. Maar het is me nog altijd niet helemaal duidelijk. Dus u krijgt een bericht binnen dat wordt doorgestuurd door een alerte lezer, gebruiker van Netlog en Facebook en zo. Ja. Dat komt dan bij u. Treedt u dan zelf anoniem in contact met de problematische mail? Of hoe gaat dat dan? In de meeste gevallen is het niet zo alarmerend dat we dringend iets moeten gaan doen. Dat is vrij zelden. Als het heel alarmerend is, dan doen wij wat dat eigenlijk iedereen zou doen, dat is de administrator verwittigen van die website bijvoorbeeld. De meeste websites in Europa hebben verplicht zo'n report abuse club. En die kan je dan gebruiken en zij gaan dan een procedure starten die meestal uitkomt naar het verwittigen van de politie. Die kan ingrijpen als die het dan echt ingrijpt. Maar dat is natuurlijk niet de taak van de zelfmoordlijn. Bij ons gaat het meer over al die subtiele berichten die niet alarmerend zijn, maar waar dan toch een enorme hoeveelheid van informatie beschikbaar is, wat we toch wel moeten nuanceren hier en daar. Of wat maar wat doen jullie daar dan mee? Antwoorden, wat Jan vraagt, is heel terecht. Hè. Antwoorden jullie daar dan op? Van, ik zou toch niet onmiddellijk aan zelfmoord denken. Volgende week is Trok Werchter. Ik weet niet wat. Wel, dat zou nu niet de juiste reactie zijn. Nee, maar ik bedoel, wat doen jullie daarmee? We gaan waar dat kan, gaan wij anoniem een bericht plaatsen op hetzelfde niveau als al de andere mensen die misschien die dat gesprek daar aan het voeren zijn. En we gaan ons daar niet boven plaatsen of ergens aan, niet uit naam. Dat gaat uit naam van de zelfmoordlijn. En dat gaat heel laagdrempelig en heel toegankelijk voor iedereen. Wat staat daar dan in? Als iemand spreekt over zelfdoding en zegt van ik weet nog niet hoe of wat, maar ik voel me de laatste tijd niet zo goed, dan gaan wij eerst en vooral erkennen van dat is wel knap dat je dat hier durft zeggen, want dat is niet evident. Hè. Er zijn heel veel mensen die daarover denken en daar nooit iets over zeggen. Dus aan de mensen erkennen van, in hun gevoel. Dat is wel knap dat je dat kunt doen. Allee, dat is al een hele stap. Dat wil misschien wel zeggen dat je op zoek bent naar hulp, naar een oplossing. En een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om daarover te praten met iemand. En de zelfmoordlijn is een heel goede partij daarvoor. Maar je kan met iedereen daarover praten.
Maar we weten dat wij er ook voor jullie zijn om daarmee te praten. Ja. En dan krijgen ze het telefoonnummer en de chat. De chat en de website, de link om te gaan chatten. Het enige waar ik mij dan zorgen om maak, is dat u niet al die dingen kan traceren. Als u zegt, ik spring onder een trein. Of bijvoorbeeld, we hebben Chris Aerts gehad onlangs. Ja. Die zei, should I stay or should I go? Ja. Achteraf zegt iedereen, goh, maar... Een van de belangrijkste effecten die we willen verkrijgen met dat project is natuurlijk dat mensen zelf weten wat ze moeten doen. En dat wij helemaal niks aan moeten doen. Aan hoorders bedoelt u dan? Mensen die dat soort berichten lezen? Ja, ja, de lezers van die berichten. Hè, dat zij zien van, oeh, hier maak ik me wat zorgen over. Misschien moet ik zelf iets posten. Want dat kan wel een drempel zijn. Hè, als en wat, mogen leest, ze dan bij, wat kunnen ze dan best posten? Dus dat je dat herkent van, hey, ja, dat is erg. En je voelt je blijkbaar heel slecht. Ja, dat is je voelt je heel slecht. Ja. Dat is wel een hele stap om daarover te spreken. Als je wilt, kunnen wij daar eens over spreken. Maar iemand die niet direct ervaring heeft om over zelfdoding te praten, dat is misschien niet zo gemakkelijk. Dus dan kan je ze doorverwijzen naar de zelfmoordlijn. En als mensen dat zelf beginnen doen, als mensen op het profiel van iemand die erover spreekt zelf al die stap gaan zetten en zeggen, ga eens praten met iemand, dan hebben wij al heel goed ons werk gedaan. Hè? Want uiteindelijk zouden we er moeten toekomen dat wij dat nergens moeten bijplaatsen, dat iedereen die op die site surft dat zelf weet. Het is allemaal anoniem uiteraard. Hè? Ja. Wat mij dan intrigeert, weet je of het effect heeft? Horen jullie eens van de zelfmoordlijn van, ah ja, dat heeft gewerkt, want die en die... Die is via jullie binnengekomen. Ja, ja, wel... We meten dat momenteel niet, omdat het moeilijk is om te meten, omdat het anoniem is. Ja. Maar bij toeval komt dat wel af en toe naar boven. Ik heb dat zo zelf ondervonden, dat ik iemand aan het begeleiden was die aan de chat zat en daar ik dan zag van, ik heb daar juist net nog gelezen dat ik best eens kwam chatten. En dan zag ik, ah ja, dat heeft hier gewerkt, we hebben hier net iets gezet. En die persoon is hier al aan het chatten. Dat zijn van die kleine zaken waar je aan merkt van... Het werkt, ja. Dus eigenlijk is het een moderne methode om mensen te leren omgaan en te leren praten over zelfmoord. Want wij zijn een van de spijtige koplopers wereldwijd in het aantal zelfdodingen. Ja. U heeft een prijs gewonnen onlangs. Dat was van de VZW Ga voor Geluk. Ja. 10.000 euro. En wat gaan we daarmee doen? Wel, een van de voorwaarden van de prijsuitreiking was dat het werk dat je doet, dat dat wel wetenschappelijk onderbouwd is. En daar hebben we helaas nog niet zoveel kunnen aan doen, aan de metingen van het effect, zoals gezegd. Dat gaan we nu daarvoor gebruiken. Dus we gaan een onderzoeksinstantie opzoeken die dat wat kan meer wetenschappelijk onderbouwd gaan onderzoeken. Met één doel, nog beter uw werk. Ik ben blij dat u er bent, want ik heb opgroeiende dochters. Dus dank u wel, meneer De Koster. Dank u.